waar Michiel Adriaansoon de Ruiter uitkijkt over de Westerschelde en waar de inwoners van Vlissingen genieten van de deining die de in- en uitvarende schepen veroorzaken. Daar begonnen 34 atleten, onder wie 10 Belgen, met evenveel deining aan de jaarlijkse boulevardloop die voor de 27e maal in Vlissingen werd gehouden. In het begin ontwaarde men alleen nog maar een langgerekt lint van lopers, aangevoerd door favoriet Hein Cuillet. Het talrijke publiek langs de boulevard volgde met spanning de verrichtingen van de Middelburgse atleet, die zijn provinciegenoten niet teleurstelde. Samen met Cas Mulder liet hij het lopersveld op ruime afstand achter zich. De oude Zeeuwse generatie deed het goed te zien hoe hun streekgenoot tenslotte alleen naar de finish kwam. Hij had schoon schip gemaakt met al zijn concurrenten. Na 10 minuten en 51/18 seconden beëindigde Cuillet als winnaar de boulevardloop van 3800 meter en hij werd daarvoor terecht beloond.